Goedemorgen, lieve mensen. Goedemorgen, Boter. Goedemorgen, Ramon. Goedemorgen, Furby. Goedemorgen, Linda. Goedemorgen, Bowie. Nou, ik heb even helemaal een make-upje opgedaan, want het is natuurlijk een speciale dag vandaag. Ik ga een grote wedstrijd aan. Maar eerst even ontbijten, want ik heb het idee dat ik de rest van de dag niet veel voedingsstoffen meer binnen ga krijgen. Dus even gezond ontbijtje. Yo, ik heb een sojayoghurtje met heel veel zwikkelaarskruiden. Kaneel, appel, walnoten, lijnzaad, chiazaad. Dat was hem denk ik. De duurzame tip van de dag vandaag is dat als je 1 week plantaardig eet in plaats van vlees, dat je dan 200 douchesessies bespaart aan water. Wat? En dat zit hem dus vooral in de hoeveelheid water die er wordt gebruikt om veevoer te verbouwen. Zijn er trouwens mensen die meedoen aan Veganuary? Veganuary. Nou ja, vegan maand nu, deze januari. Veganuary. Laat even weten, ben ik benieuwd naar. Ik heb 2 soorten vegan melkchocolade gekocht voor mijn recept. Want ik wil hem toch vegan proberen te maken. Maar ik moet natuurlijk wel even proberen welke lekker er is. Deze heeft sowieso betere voedingswaarde. Albei te koop bij de Ecoplaza trouwens. Not too shabby. Deze is iets romiger denk ik. Echt wel goed hoor. Dit was er een tijdje terug nog niet. Zulke goede melkchocolade en dan ook zo goed verkrijgbaar. Want ook bij de Albert Heijn hebben ze tegenwoordig vegan melkchocolade. Volgens mij. De grote Albert Heijn. Oké, waar vandaag over gaat is dat Marcia mij heeft uitgedaagd voor een bake-off. Want we hebben allebei toevallig, niet toevallig, we hebben allebei deze mega pot pindakaas gekregen van Max. 2 kilo is het. En toen dachten we, daar moeten we gewoon iets... Oh, ik dacht dat ik op een kat stond. Daar moeten we iets mee. Dus, Marcia en ik gaan nu tegen elkaar strijden. Hi Max. Ik heb al iets bedacht en ik voel me er redelijk zeker van. Oké, wat ik ga maken, en ik heb natuurlijk een reputatie hoog te houden, want ik heb al heel veel van dit soort bakvideo's, kookvideo's gemaakt. Dus je zou denken dat ik er misschien wel inmiddels een beetje goed in ben. Ik wou zeggen, je hebt een reputatie, maar is dat er eentje die je hoog wil houden? Oké, jezus. Reputatie omhoog werken. Te krikken, ja. Reputatie op te krikken. Ja. Heb ik bedacht dat ik... En dit is iets waar Marcia denk ik ook heel erg op aangaat. Want dit vinden wij allebei heel erg lekker. Ik ga een Reese's Pieces Peanut Butter Cups cake maken. Een taart van Reese's Pieces. Oké, ik zal eens denken. Deze is gewoon te groot. Ik wil een kleiner taartje maken. Dat vind ik sowieso ook cuter, schattiger. Whatever, voor zover dat een taart schattig kan zijn. En dan hoef ik ook niet zoveel te verspillen. Want hier doen we natuurlijk 2 weken. 2 uur mee. Dus dit is beter voor 2 personen. Ja. Hallo! Hallo! Heb je er zin in? Ja, heb jij er zin in? Ik heb er heel veel zin in. Oh, nog even de regels. Ja. Oké, het moet zoet zijn. We mogen hulp krijgen. Het hoeft niet vegan. Nee. Bonuspunten voor heel veel pindakaas en heel creatief. Ja. Nou, succes dan hè. Doei. Ik ga beginnen met de Reese's Pieces. Ik denk dat dat de onderkant wordt. Gewoon een bodem van Reese's Pieces. En daarvoor ga ik vegan melkchocolade smelten. Daar een laagje van maken. Pindakaas roeren met wat amandelmeel en poedersuiker. Dat wordt dan de binnenkant. En dan weer een laagje chocola. En dan moet ik even opstuiven. Mocht je nou vandaag via Marcia komen, je hebt mij nog niet eerder gezien en je vindt het leuk om bakvideo's, kookvideo's, vegan video's te kijken, dan heb ik nog een heel kanaal met allemaal andere recepten. Vet leuk! Ondertussen ga ik dan de cake maken. En hoe ik die maak, kun je zien in deze video die hier nu tevoorschijn komt. Ga ik niet allemaal opnieuw uitleggen. Maar ik zal je 1 ding zeggen, het is heel makkelijk. In 5 minuten gemaakt en het is een magnetron taart. Cake dinges.
Mm-hmm. We hebben een giant kinderpark afgemaakt. Hè? Golfclub voor deze skills. Hij ziet er ook echt goed uit. Ik vind het een beetje raar dat jij zo verbaasd bent dat dit is gelukt. Ik en iedereen die een paar van je afleveringen gezien hebben, snapt het allemaal. Nou zeg! Hier is mijn beslagje. Dit gaat nu de magnetron in. Nou, de eerste chocoladecake is goed gelukt. Nice and fluffy. Dit nu even weer laten afkoelen. Je moet wel echt geduld hebben met dit recept. Want alles duurt lang. Alles moet afkoelen. Nou, we zijn in onze kookstudio. Alles is lekker te pruttelen. Het ziet er allemaal goed uit. Gaat al. Ik ben zo moe en ik ben heel aan het wachten. Kijk. Heel Holland zakt in elkaar. Heb je al gezien? Twee maal taart. Goed hè? Zijn ze gelukt? Ben je blij? Denk het. Wel dan. Blij zijn is. Ik wil slapen. Oh. Oké, het is inmiddels avond. Ik ben sinds 2 uur bezig. Het is nu 6 uur. Goed, ik ga nu de taart bouwen. Dit is dus de onderkant, dit is de Reese's Pieces eigenlijk. Daar ga ik dus een laagje pindakaas op doen. Dan die pindakaas. Yes! Ik ben klaar met bakken. Voilà! Oké, het resultaat moet wachten tot morgen. Morgen gaan Masha en ik onthullen wat we ervan hebben gebakken. En wie er uiteindelijk gewonnen heeft. Of nou ja, wie er uiteindelijk gewonnen heeft, mogen jullie beslissen. Maar ja, ik kan gewoon niet wachten om te horen wat Masha heeft gemaakt. Nou, wat een gezelligheid hier. Dit is zo grappig. Mijn moeder is aan het opruimen thuis. En ze vond een schrift met verhalen die ik schreef. Ik denk dat ik in groep 5 zat ongeveer. En ik kan me dit dus ook nog herinneren, want ik schreef soort van seksverhalen vroeger. En daar was ik best wel populair mee in de klas. Nou, wil je er eentje horen? Bij deze. Hier is weer een nieuw verhaal van Carlijn en Jeffrey. Carlijn zegt, hallo Jeffrey, zullen we weer eens zoenen? Ja, lekker, lekker, zoenen! Jeffrey zegt, kom je, schat? Ja hoor, lieverd. Ze gingen naar bed. Carlijn ging op Jeffrey liggen. Toen ging de bel. Tring! Het was Giel. Hij wou met Carlijn zoenen. Maar Carlijn zei, Jeffrey, ram hem in elkaar. Dat deed Jeffrey. Wordt vervolgd. Yes! Dat is toch echt quality content, jongens. Ik weet nog dat mijn ouders toen op de ouderavond kwamen en dat zij dus ook die seksverhalen kregen te lezen. En dat ik natuurlijk echt helemaal door de grond zakte. Want dat is niet wat je wil dat je ouders weten over jou. Oh, dat was echt zo erg. Nou ja, whatever. Boeien. Kinderstaf. Maar hoe leuk om dat gewoon... Dat mijn moeder dat heeft bewaard. Te grappig. Je moet wat als je je verveelt. Ik heb dus echt nooit eyeliner op. Maar ja, ik weet ook nog niet wat ik ervan vind. Wat vinden jullie ervan? Ik heb het met dit gedaan. Een paletje van Catrice. Even wat drinkwater voor Ramon. En dan ga ik nog even lezen en slapen. Ik zie je morgen.